Ja, ik snap het niet. Misschien zei u nou dat het kabinet moet kijken naar dat mensen op muurtjes zitten? Mogen mensen niet op muurtjes gaan zitten? Of wat was het probleem? De heer Heerma. Dat was, als dat is wat ik gezegd heb, was dat zeker niet wat ik bedoelde te zeggen. Nou, volgens mij bevestigde de heer Klaver vooral dat u een creatieve interpretatie van mijn woorden deed. Wat je ziet, of het nou bij een strandtent is of bij die kioskjes in parken, is dat daar de plekken waren waar afgelopen weekend allemaal mensen bij elkaar dromden. Gingen staan, gingen zitten. Terwijl als je dan ietsjes opzij keek, was daar een leeg terras. Waar diezelfde mensen mogelijk veel veiliger, gereguleerder en op afstand hadden kunnen zitten. En mijn vraag is, als we dat met elkaar constateren, of het kabinet richting 8 maart niet wil kijken of het openen van die terrassen niet een bijdrage kan leveren aan het slimmer reguleren en het meer afstand houden dan wat je nu dus ziet op die muurtjes. Dus het is juist niet een pleidooi om allemaal met elkaar op muurtjes te gaan zitten. Het is een zien dat dat gebeurt en de vraag of dat niet veiliger kan op terrassen. De heer Wilders. Nou, voorzitter, toch ben ik heel blij dat die mensen massaal op die muurtjes zijn gaan zitten. Want daardoor heeft het CDA nu het idee, goed idee, om eigenlijk, wat u zegt, moeten we de terrassen niet gewoon opengooien. Het CDA zegt, als u die terrassen niet opengooien, zetten allemaal die mensen bij elkaar op een muurtje. Terwijl als je het op het terras doet, als ik u goed begrijp, dan kan dat allemaal gereguleerd op een normale manier. Waarom kan dat niet gewoon nu? Waarom moet dat dan weer 8 maart? Dan heeft u een keer een goed idee. Nou, dat is niet de eerste keer, maar heeft u een goed idee, laat ik het vriendelijk zeggen. En dan moet u wachten tot 8 maart. Waarom kunnen we dat niet gewoon vanaf volgende week of vanaf deze week doen? Weet je, het zonnetje schijnt, het wordt mooi weer, het is mooi weer. Kijk eens naar buiten. Mensen zitten nu waarschijnlijk weer op dat muurtje. Wat wilt u? Dat die mensen morgen weer op dat muurtje zitten of op het terras? Dat beeld, ja. Ja, het doet me leed dat ik weet dat ik een antwoord ga geven waar de heer Wilders het net gegeven compliment wat ik koester. Dat hij dat weer gaat intrekken, want dat is meestal de stijl die de heer Wilders in deze debatten hanteert. Maar helaas zal ik dat over mezelf moeten afroepen. Want het is namelijk zo, de heer Dijkhoff gaf het net ook aan, dat virus is er, die Britse variant er, het is gevaarlijk. En daarom is het opengooien van alles wat de heer Wilders zit, ik vind het niet verstandig. Wat je namelijk met elkaar zoekt, is hoe je verstandig wat meer ruimte kunt geven. En ik zal de laatste zijn, want als mensen dat wel beweren, Nederland is weer open, Nederland is verre van open. En waar we met elkaar moeten kijken, is hoe je behoedt kleine stapjes kunnen zetten die en meer ruimte geven en verstandig zijn. En in dat kader snap ik dat de horeca nu niet open is gegaan, maar denk ik, zie ik, dat het inzetten van die terrassen het risico heeft van aanzuigende werking, maar ook potentieel op die plekken bij strandopgangen in parken juist tot meer verspreiding en meer afstand kan laten. En dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik heb hier ook niet de stelling dat dit zeker het geval is, maar ik heb wel de indruk en vandaar mijn vraag. Ja. De heer Wilders. Voorzitter, daarom laten we ons ook beperken tot dat waar we het misschien over eens kunnen worden. En het was gewoon een goed idee. Daar doe ik helemaal niets aan af. Dat was een geweldig idee. En ik zou dan ook graag met u tot zaken willen komen. Want u zegt dus nogmaals dat u eigenlijk vindt dat in het kader van de coronabestrijding het beter is dat mensen niet op dat CDA-muurtje zitten, maar dat mensen gewoon op het terras zitten. En dat ze daar gereguleerd, in plaats van op dat muurtje van u, dat ze daar kunnen gaan zitten. En dan is mijn reactie, wat een goed voorstel. Maar ja, het is nu mooi weer, dus er zitten nu weer mensen daar op dat muurtje. Waarom zouden we het dan niet nu doen? Waarom stelt u dan niet voor, misschien kunnen we samen een motie indienen. Dat we het kabinet verzoeken dat overal waar een muurtje is, waar mensen zitten, dat we daar het nabijgelegen terras gaan openen in het kader van de bestrijding van corona. Het is een geweldig goed voorstel. Ik omarm dat en ik doe u een voorstel als iemand van een oppositiepartij. Ik hoor dat GroenLinks, collega, het gaat steunen. Dus er kan zomaar een meerderheid ontstaan om dat te gaan doen. Bent u daarvoor in? Om dan niet mee te wachten, maar om dat gewoon nu te doen. Ik heb juist al aangegeven dat ik het verstandig en begrijpelijk vind om het niet nu verder te openen. Maar dat ik vraag om richting 8 maart dit nadrukkelijk te overwegen. Ik sluit helemaal niet uit dat ik daar in tweede termijn een motie over indien. Ik wil eerst even het antwoord van het kabinet afwachten. En voor de rest kan ik, het compliment van de heer Wilders, dat gebeurt niet wekelijks. Daar zal ik sowieso een goede dag van hebben. Voorzitter, ik wil graag doorgaan naar mijn laatste twee punten. Het eerste heeft met communicatie te maken. En de minister-president heeft herhaaldelijk in deze debatten aangegeven dat er in crisistijd op weinig meer commentaar is dan op de communicatie. Dat tot mij nemen, dan ga ik toch iets zeggen over de communicatie. Mijn vraag is namelijk of het toch niet zou helpen als de communicatie ook door de tijd heen iets eenduidiger is op sommige punten. Want de heer Wilders heeft gelijk. Ik steun, en dat mag op basis van alles wat ik de voorgaande debatten gezegd heb,
Ik steun dat de avondklok verlengd wordt, zodat er wat meer ruimte is voor het onderwijs. Alleen als de minister-president bij herhaling heeft gezegd dat er een rotmaatregel is die hij er als eerste af wil hebben, dan is het ook niet gek dat mensen boos en gefrustreerd raken als dat vervolgens niet gebeurt. Het is een keuze die namens mijn fractie te steunen is, dat hebben we in voorgaande debatten ook gezegd, maar eenduidiger hierover communiceren helpt wel. En dat gaat ook, datzelfde geldt eigenlijk ook over de versoepeling. Want afgelopen donderdag was de communicatie nog, er is eigenlijk helemaal geen ruimte tot versoepeling. En gisteren bij een bijeenkomst bij ONL werd ongeveer gesuggereerd dat de routekaart werd losgelaten op dit moment. Als ik de brief lees, dan is niet mijn indruk dat de routekaart wordt losgelaten. Want het gaat over de verzwaringen die in, het, in de rechterkolom staat. Zeer zwaar, de vierde kolom, daar staan verzwaringen in. Een aantal daarvan worden teruggedraaid. Dat is niet hetzelfde als de routekaart doorlopen. En toch heeft de minister-president dat gesuggereerd en ik wil daar graag een reactie op. Mijn laatste punt, voorzitter, echt één zin, want ik weet dat ik over mijn tijd heen ben. Ik heb afgelopen weekend collega Segers horen vragen, volgens mij was het in het Reformatorisch Dagblad, de vraag of kerken en buurthuizen niet ook meegenomen kunnen worden in field labs. Ik vind dat een hele goede vraag, ik wil me daar graag bij aansluiten en ik ben benieuwd naar het antwoord. Dank u wel. Ik ben benieuwd naar de motie over het muurtje, meneer Heerma en de heer Wilders. Dan geef ik nu het woord aan de heer Jetten namens D66. Dank u wel, voorzitter. De dagelijkse besmettingscijfers zijn nog altijd hoog en de zorg over een nieuwe golf in de ziekenhuizen niet weg. Toch werd de afgelopen weken helder duidelijk, voor veel mensen is de rek eruit. De economie heeft het zwaar en meer dan de helft van de jongeren heeft het mentaal aanzienlijk moeilijker. En er zijn steeds meer voorstellen over hoe het wellicht ook anders kan. En de planbureaus spreken over een cruciale fase. Een fase waarin er een andere weging moet komen tussen virusbestrijding enerzijds en de maatschappelijke effecten anderzijds. En D66 steunt dat pleidooi. Het is een balans waar wij al langer voor pleiten. Het kabinet heeft aangegeven bij volgende besluiten niet alleen advies in te winnen bij het OMT, maar ook structureel de adviezen van de planbureaus en anderen hierin mee te wegen. En dat is verstandig, want alleen door alle kanten van deze crisis mee te wegen, kunnen we het ook volhouden met elkaar. Voorzitter, ik krijg veel berichten van ondernemers, ouders en kwetsbare mensen. En een groot deel van de noodkreten komt van jongeren en alleenstaanden. En ik wil me speciaal tot hen richten. Je voelt je eenzaam door de bezoekregels en de avondklok. De online lessen worden steeds ondraaglijker. En de muren van de kamer of studio waar je woont komen op je af. En dat is zwaar. En ik krijg terecht veel vragen van deze mensen via social media. Kan het niet anders? En mijn antwoord is ja. Ik denk dat het anders kan. Want ondanks de besmettingen gaan de middelbare scholen en de mbo's weer open. En is sporten weer beperkt mogelijk. En dat geeft ons allemaal een beetje lucht. Maar waarom naast het mbo niet ook het hoger onderwijs? Met welke extra maatregelen kan dat wel? En waarom niet ook buitensporten boven 27 jaar of de sportscholen open onder strenge voorwaarden, zodat iedereen aan een gezonde leefstijl kan werken? En, daar ging het al over, waarom wel eten of drinken afhalen en dicht bij elkaar in het park, maar niet terrassen open op 1,5 meter? Wanneer kan dat wel?